Hallo en welkom weer bij een nieuwe video les en deze keer gaan we kijken naar kleuren licht die er niet bestaan. Uh, namelijk, uh, ik heb het vorige plaatje nog heel even in beeld laten staan. Uh, als we het hebben over licht, dan hebben we natuurlijk een aantal kleuren die echt bestaan, die echt natuurkundig als aparte, speciale kleuren zijn. Alleen, je moet ook denken, je oog... Zeg maar die dingen. Um, die zijn, of die werken. Ja, anders. Die kunnen eigenlijk niet perfect alle mogelijke kleuren zien. En daardoor werken je hersenen met een kleine tussenstap. Namelijk als je wat rood ziet en je ziet wat groen. En je ziet dat tegelijkertijd op dezelfde plaats. Um, dan krijg je het effect. En ik weet niet of me dit hier gaat lukken. Dus ik heb wat rood. Oh. Even kijken. Het laagje rood. En daar ga ik wat geel overheen gooien. Dan hangt het maar net van je telefoon af. Welke kleur je hier nu ziet. Maar de kans is best groot dat het ineens een soort oranje begint te worden. Uh, als ik echter een andere combinatie van kleuren pak, als ik bijvoorbeeld wat rood pak en door het rood ga ik wat blauw gooien, dan zien we nu waarschijnlijk ineens dat er. Kijk hier, dat is echt blauw dat ik erbij goorde. Um, dan zie je dat er langzaam maar zeker wat paars zal ontstaan. Um, en eigenlijk is dat... ...wat er bij mensen ook... ...of wat er in je hersenen gebeurt... ...de kleuren die je hebt... ...zijn altijd... ...mengsels. En die mengsels... Um, ...ja, moet je eigenlijk denken aan de basisdingen... ...zoals... Um, ...mengoptie 1... ...is... Je ziet het gemiddelde. En als ik zeg je ziet het gemiddelde, dat betekent, stel ik zie wat blauw en ik zie wat um, groen. Dus blauw plus groen samen is waarschijnlijk. Een bepaalde kleur. Licht geel. Uh, Licht geel zeg ik. Licht blauw. Dat was niet helemaal de kleur die ik deed. Um, je hebt ook de tweede optie met mengen. Um, en als we het hebben over mengoptie nummer 2. Is als je te veel kleuren ziet. dan. Maakt je oog daar of maak je hersenen ervan eigenlijk een van de volgende drie kleuren? Optie A, te veel kleuren en het is allemaal heel erg hard, dan is het wit. Um, zien we heel veel kleuren en het is minder fel, dan zien we het als grijs. En zien we heel veel kleuren en het is veel kleuren, maar als een soort heel veel bruin of heel veel rood, een klein beetje groen, redelijk wat blauw. En we kunnen er echt niks van maken. Het ziet er niet meer wit of grijs uit. Dan zien we het als bruin. En als laatste optie: mengen nummer drie. Um, als we twee kleuren hebben die ver uit elkaar hebben. Dus twee kleuren die ver uit elkaar zitten. En dan moet je denken met wat ik bedoel met ver uit elkaar. Uh, ik heb hier uh, bijvoorbeeld. Rood en ik heb hier blauw. Als ik rood plus blauw zie, dan is het eindresultaat afhankelijk van het mengen. Is roze of is het paars? En dan hebben we eigenlijk het hele stuk gehad van kleuren die niet bestaan, um, maar die je wel op een of andere manier kunt. Denken te zien. Goed. Um, wederom bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende video weer.